Hartelijk welkom bij Wereldzaken vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. We gaan vandaag zaken doen in Kenia met het produceren van melk. There is a lot of potential. In fact, if we can get those chillers and we store them in strategic points, definitely we are going even to export our milk to your country. Ja, het zal wat zijn. Keniaanse melk in Nederland. Heren, fijn dat jullie bij mij aan tafel zitten. Allereerst van den Ham van SFV, internationale ontwikkelingsorganisatie. En Fred Saal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ja, meteen maar even beginnen, Allert. Waarom helpt het SMV zuivelboeren in Kenia? Nou, zuivelboeren hebben in Kenia over het algemeen een vrij laag inkomen. Maar het mooie is dat met de juiste aanpak je dat inkomen heel gemakkelijk omhoog kunt brengen. En dat is waar het bij ons om gaat. Nou, dat klinkt zeker goed, maar dan denk ik wel, Fred, dat Kenia, kan het land dat niet zelf voor elkaar boksen? Nou, er zijn een groot aantal organisaties, maar dat zijn juist organisaties waar SMV mee samenwerkt. Precies, nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eén ding is zeker, er is hulp nodig voor die zuivelboeren in Kenia, die ook daar al 's ochtends heel vroeg beginnen. En dat deed Fik Vanke dus ook. Het is 6 uur 's morgens, ergens midden in Kenia en ik sta aan de bar. Een melkbar wel te verstaan. Er zijn er heel veel van in Kenia en daar is een reden voor. De melk moet worden verkocht binnen 2 uur na het melken. Want er zijn heel weinig koelinstallaties in Kenia, dus de melk wordt snel zuur. Dat is maar één van de beperkingen in de zuivelindustrie. Maar wat ze ook doen is de melk veredelen, dan wordt die wat langer houdbaar, zoals met yoghurt en karnemelk. Nou, dit is een situatie die je eigenlijk in Kenia en in heel Afrika nog heel veel ziet. De boeren gebruiken hun eigen land om voedsel te verbouwen voor eigen gebruik. En ze laten de koeien grazen langs de kant van de weg. Die koeien die geven ongeveer 2 liter melk per dag. En dat moeten die boeren dan ook nog eens een keer op dezelfde dag zien te verkopen. En in het droge seizoen hebben ze helemaal niets. Nou, in de oude situatie moesten boeren proberen hun weinige melk dezelfde dag nog te verkopen, anders zou het natuurlijk zuur worden. Maar ze hebben zich verenigd en de melk wordt nu centraal verzameld op 1 punt. Vervolgens geprocessed en gekoeld, zodat het in bulk kan worden verkocht en dat levert een veel hogere prijs op. Ze hebben er zelfs een bedrijf van gemaakt. Er doen nu 2000 mee nu en ze willen naar de 14.000. We bulk during peak times, we bulk as many as 16.000 liters. And then when we have a dry spell like right now, we're doing around 10,000 per day. And how's the quality of the milk? The quality is, it's not very bad. We basically check the quality in terms of the density, lactometer testings. And then we also do alcohol test, so that we can be able to know how far or when the animal was milked, if the milk has developed some acidity, is it processable or otherwise. The price of the milk 5 years ago was less than 12 shillings, Kenya shillings, but as we're picking today, it's over 30 shillings. Milk production by that time was less than 2 kilos per cow, but today we're speaking is over 8 kilos now. Ja, alles even over die kwaliteit van de melk. Het viel mij op dat die man net al zei van het is niet heel slecht. Wat moet ik me nou bij de kwaliteit van die melk daar in Kenia voorstellen? Nou, die kwaliteit op zichzelf is prima, maar die kan een stuk beter. En daar gaat het natuurlijk om. Het moet meer geproduceerd worden, en er moet een hoger vetpercentage komen, het moet vers blijven. Dat zijn allemaal dingen die de kwaliteit bepalen en daarmee ook de prijs die de boeren in handen krijgen. En daar valt nog ontzettend veel in te verbeteren. Want even over wat ze nu verdienen. Is dat nou redelijk in vergelijking met andere omliggende landen? Nou, als je kijkt naar die prijs die genoemd wordt, dat is heel redelijk. Ik weet niet precies of dat per week is. Maar dat zou 4 keer een maand salaris zijn. En dat is een hele goede
goed inkomen. De SOV die is daar dus actief. Hoe doen jullie dat precies? Hoe gaat dat in zijn werk en met hoeveel mensen? Nou, we werken daar met een team in Kenia van zo'n 30, 40 mensen. Die zitten niet allemaal in de zuivel, we doen ook een heleboel andere dingen. Onze collega's die gaan met die coöperatie aan de slag, ja. Dan gaan ze naar hun leden toe. Ja. Er worden een paar modelboeren uitgezocht, ja. Die het laten zien aan hun collega's. Want wat leert nou beter dan dat je buurman het beter, ja, doet dan jij? Gewoon in dat de praktijk. Dat is een groot voorbeeld. Ja. Iets wat daarvoor voor gebruikt wordt is zero grazing. Hoe zei jij het nou alweer? Zero grazing. Ja, zo mooi. Zero grazing. Een mooi woord, maar ja, wat houdt het nou precies in? Die boeren die lichten dat zelf toe. One of the most critical things that we found was that the yield per cow was very little. So we went into a program to build the farmer's capacity to be able to feed their cows better. Dit is de boerderij van Saline Mettel. En Saline Mettel heeft inmiddels stallen gebouwd en verbouwt op de helft van haar land zo ongeveer voedsel voor de koeien, zodat ze tijdens het droge seizoen de koeien kan bijvoeren. I have 8 cows. We get 10 liters, most of them. But there are those who give 8 twice a day. And right now it's difficult. It is a low production now because it has been dry. We use semi-grazing, that is feeding the cows around, and then we let them walk around feeding themselves also. We feed them 3 times a day. In the morning, lunchtime, and in the evening. Yeah, when it is dry, it is a bit difficult. We might finish, like last time now, we finished the stored grass. So we end up even buying. Maybe sometimes we don't get enough, we don't buy enough, so it is a struggle. It is a struggle. Ik sta hier op 10.000 liter koeienstront bij de boerderij van Silas. En daar is een goede reden voor. Hier wordt namelijk biogas gemaakt. De koeien staan hier op stal. De koeienmest wordt opgevangen, vermengd met water. En vervolgens wordt daar biogas van gemaakt, wat allerlei voordelen heeft. Verder is dit een zero grazing boerderij. Dat wil zeggen dat het land wordt gebruikt om voedsel voor de koeien te verbouwen. De koeien staan op stal. Dat is veel efficiënter, waardoor de melkproductie per koe vele malen hoger is. What kind of cows are they? They are Friesians. I knew they were from Friesland. Okay, okay. Well, they are Friesians and they are good milk producers. Thank you. Yeah. We get the dung from the animals and then we it is processed and we get the gas. I use it for cooking, even the boiling water in the morning when we want to shower, we use the gas. We use also the gas for preparing lunch and even supper. So you don't use any wood anymore? We don't use wood. I believe the biogas installation is quite expensive. How did you finance it? Yeah, I got a loan and it is a one-time cost, so it is not expensive in the long run. So this is what remains from the biogas and the cow dung? Yeah, this is now the slurry that is discharged from the biogas. It's a whole complete circle because once it is discharged from here, it goes back to the field where we apply it to the crops, and the animals also are fed on the crops and it comes back. And do you think that many farmers in the area will follow your example? Yes, they will, because I'm now a role model in this area. And I want to ensure that they can emulate what I've done. Nou, die Silas, dat is inderdaad een rolmodel, dat is duidelijk. Die heeft echt alles voor elkaar. Ik bedoel, het ziet er bijna perfect uit altijd. Ja, dit soort mensen kom je tegen. En die zijn dus een fantastisch voorbeeld voor hun collega. Want het aardige van de hele techniek is, het is geen raketwetenschap. Hè? Iedereen kan het. En een boer die normaal een bedrijfje heeft, die weet wat hij doet. En als hij dus in aanraking komt met nieuwe technieken, nieuwe ideeën, dan zijn ze geneigd om dat over te gaan nemen, uit te proberen. Zeker als ze zien dat het bij de buurman lukt. Wat hem wel opvalt is dan dat die boeren die kunnen eigenlijk zich niet permitteren om niet in die coöperaties te zitten.
Ja, dat is een belangrijk punt. Je moet inderdaad lid zijn van zo'n coöperatie om toegang te hebben tot informatie en ook de dienstverlening. Maar vrijwel iedereen is lid van een coöperatie of van een spaarclub of van een kerk die ook een belangrijke rol spelen in het geven van informatie trouwens. Goed, de zuivelboeren, ze gaan goed, maar ze hebben natuurlijk ook nog heel veel nodig. Wat dacht u namelijk van koelinstallaties? Hier achter mij wordt de melk gekoeld. Dat moet gebeuren binnen 2 uur na het melken, anders wordt de melk zuur. Sommige boeren moeten nu nog 20 kilometer fietsen om naar zo'n installatie te komen. Dus de boeren zijn bezig om zoveel mogelijk van dit soort installaties te bouwen, verspreid in het gebied. Working together with a consultant from your country, Frisches Kapina, which are really going to assist us in terms of cooling the centralized coolers, which you assist us in terms of the cooling that milk, then you'll be able to reach the market in the right time. Is there great potential here? Yeah, there is a lot of potential. In fact, if we can get those chillers and we store them in strategic points, definitely we are going even to export our milk to your country. That would be a good idea. Yeah. So Daniel, tell me about the money. I know it's expensive to get loans for machinery and power food. How do you solve that? Yes, we have our own bank, which is owned by the farmers, which is this one. It's called Kiambalulo Sacco. And who owns it? It's owned by our farmers, the farmers of the cooperative, Kiambalili. So okay. This is our bank. This is the front office of our bank. Meet our manager of the bank. Nice to meet Monica. You. Thank you. So Daniel, you have a lot of plans, a lot of potential. Yeah. What's your inspiration? Our inspiration is to be like Kapina, you can see. We want to have a truck like this one. And I think a Kapina truck. Yeah, it's a good truck. If we can have such a truck, we can be able now to reduce the time that you saw in the field yes. of the farmers, and then we can be able to be in the market in the right time. And get a better price. Yeah, so get a better price and be competitive. Ik zag net in het filmpje even zo'n speelgoedwagen, melkkoelwagen. Maar die moeten ze daar natuurlijk hebben. Nou, of ze een hele grote, of ze daarmee moeten beginnen, dat weet ik niet. Maar er moeten wel koelwagens komen. Want de markten liggen vaak heel ver af van het gebied waar het geproduceerd wordt. We hebben in Kenia geen grote vierbaanswegen. Dus het transport kost nogal wat tijd. En dan moet je melk goed koel houden. Maar ik hoorde net in het filmpje ook al dat de bank, een gezamenlijke bank, is essentieel. Ja, ja en dat is best nog wel een probleem, want de gewone banken die zitten in de grote steden. En die boeren die wonen allemaal op het platteland. Mm-hmm. En die grote banken zijn vaak niet zo geïnteresseerd om iets uit te lenen aan die kleine boertjes. Nou, wat doen dan die coöperaties? Ook weer, net als in Nederland, hè, de Rabobank, ja. De coöperatieve bank. Ja. Die zetten spaar- en kredietcoöperaties op. Dus boeren kunnen niet alleen geld lenen, maar ze kunnen er ook sparen. Nou, wat ze dan doen, is zo'n coöperatie die leent geld uit aan de boeren. De boeren die leggen hun geld bij elkaar en kopen zo'n koelinstallatie. En die betalen af met hun melk. Dat betekent dat de melk die ze aan zo'n coöperatie leveren, dat ze daar nog maar een stukje van terugkrijgen. En dat de rest gaat in de afbetaling van de lening. En eigenlijk, zoals ik het net nog even op het slot van het filmpje hoorde, trade not aid, dat maar gewoon weer bewezen is in deze situatie. Ja, ik vind wel dat in bepaalde situaties, bepaalde regio's die afgelegen zijn, hulp nog een belangrijke rol speelt. Maar zo gauw die economische ontwikkeling aan de gang is, dan is handel toch beter op de langere termijn. Dankjewel voor jullie toelichting. Dit was Kenia. Volgende keer dan gaan wij natuurlijk weer zaken doen ergens anders. En ik hoop dat u dan ook kijkt. Dag! Wereldzaken werd mede mogelijk gemaakt door het Koninklijk Instituut voor de Tropen.